Hallo en welkom bij deze tutorial waarbij wij met aquarel aan de gang gaan. Wat je hier ziet, dat is de sleper, in het Engels ook wel de rigger genoemd. Dat is een penseel met enorm lange haren, zodat deze toch aardig wat water in zich kan houden. En ik gebruik deze sleper voor het opzetten van mijn eerste schets. Ik heb een papje gemaakt van Pines Gray. Dus dat is een mooi grijs en ik maak daar altijd voldoende van aan. Zodat ik dat papje dan kan gebruiken samen met die sleper om de hele opzet te doen. Je kunt dit natuurlijk ook doen met een grafietpotlood als je dat zou willen. Maar als je zeker bent van je zaak, dan kun je meteen met de aquarel aan de slag gaan. Ben je nog niet zeker, dan is het slim om dit met grafietpotlood te doen. Want dan kun je namelijk nog gummen heel makkelijk en de boel corrigeren mocht dit nodig zijn. Nou, hier dus de hele actie, de ARA. En we gaan lekker spetteren met verf deze keer. Hartstikke leuk om te doen. De ARA is een vrij eenvoudige gevormde vogel, zullen we maar zeggen. Hij heeft natuurlijk een prachtige bek, die snavel. En wat ik hier doe, dat is mijn platte penseel gebruiken. Dat is de Da Vinci nummer 20. En daar kan ook een sloot water in natuurlijk. En ik ga nu om de ARA heen het papier even flink nat maken. Je ziet het water dus langzaam in het papier sijpelen. En dat ga ik gebruiken, want ik wil een heel spetterend effect in de achtergrond gaan creëren. Dit heet ook wel de nat in nat techniek. Dus daarbij maak je eerst het papier nat, zodat de pigmentjes lekker door dat water kunnen reizen en dan zich langzaam maar zeker gaan settelen. En dit is mijn ronde penseel, de nummer 12. Gewoon een synthetisch penseel, niks bijzonders. Maar die valt in een hele lekkere fijne punt. En ook hier ga ik wat spetterende effecten creëren in de achtergrond. En het leuke van de ARA is dat deze blauw en geel is met name. En door rood in de achtergrond ook te verwerken, ga ik nu dus lekker werken met de drie primaire kleuren die daar zijn in het spectrum. Blauw, geel en natuurlijk het rood. De volledige tutorial kun je terugvinden op mijn Patreon-pagina. Deze is Engels gesproken, dus let op. Maar hier kun je dus ook de referenties terugvinden. En over de 100 meer andere tutorials die ik dus één op één live teken. Nou, niet live, maar echt één op één. Dus in real time. En dan kun je dus letterlijk met mij mee tekenen en schilderen. Ik ben dus bezig met het blauw hier en de ARA heeft blauw op zijn vleugels. Hier zie je mijn palet. Ik heb links de koele kleuren en rechts of onder heb ik de warme tinten geplaatst. Ik vind dat toch prettig om wel wat overzicht te houden binnen het palet wat ik gebruik. De voorkant van de kop is wat meer groenig en dat groenige gaat dan over in het blauw. En ik ben dus bezig om eerst even wat vlekjes in te zetten. Die kan ik daarna weer laten drogen. En daarna kan ik dus met een tweede laag daar weer overheen. Desnoods nog met een derde laag. En we noemen dit ook wel layeren. Dus laagjes plaatsen. En op die manier probeer ik dus een mooi veren effect te krijgen. Dit is mijn Pines Gray. Er zit een kattenhaartje in. Die haal ik even weg. En dat grijs is ook heel mooi om te gebruiken uiteraard voor die donkere snavel. En wanneer je goed kijkt naar mijn palet, voor zover je dat kan zien, ik gebruik geen zwart binnen mijn palet. Mijn donkerste tint is het Pines Gray. En die zit echt heel dicht tegen het zwart aan. Maar ik vind puur zwart wat hard binnen het aquarelleren. Dus vandaar mijn keuze Pines Gray. Maar voel je uiteraard vrij om ook
hiervoor eventueel zwart te gebruiken. De achterkant van de rug maak ik wat donkerder en hier laat ik de pigmentjes wat overlopen in de achtergrond. Ik wil uiteindelijk een beetje een jungle effect gaan creëren. Dus het wordt een wilde aquarel, maar natuurlijk wel heel leuk om te laten zien hoe leuk je kan spelen en hoe gaaf de effecten kunnen zijn bij het werken met aquarelverf. De borst en de zijkant van het hoofd van de ara, die zijn geel, maar daar zitten ook oranje tinten in. Dus binnen het geel ook heb je weer gradaties van geel. Dus van lichtgeel overlopend naar oranje. En daar zitten ook wat rood tinten in. Dus die onderlaag zet ik er eerst in, voordat ik er overheen ga met een tweede laag van knalgeel. Op die manier creëer ik dus ook weer zo'n beetje een verenpak. En hier helemaal aan de buitenkant kun je net de linkervleugel zien van de ara. Ik heb een standaard blauw hiervoor genomen. En zoals je ziet lijkt dat nu heel donker, bijna zwart lijkt dit wel. Dus wat je dan kan doen, dat is gebruik maken van witte gouache verf. Je ziet het hier. En door wat witte gouache verf toe te voegen aan de blauwe pigmenten uit de aquarelverf, kun je de boel oplichten. En ik gebruik hem direct uit de tube. Dus ik pak gewoon wat witte pigmentjes op en die meng ik dan met het blauw. Op die manier licht de boel een beetje op. De kop pas ik een beetje aan. Ik maak hem ietsje groter, ietsje grover. Dus ik maak gewoon een tweede rij veertjes. En ook die veertjes laat ik een beetje pieken. Om op die manier dus ook dat veren effect te krijgen. En soms liggen de veertjes heel plat. Dan is het een hele strakke lijn. Maar omdat het nogal een wilde aquarel moet worden, kies ik er dus voor om ook de veertjes op het hoofd een beetje te laten springen. En helemaal onderin pas ik een beetje Van Dijk bruin toe. Dus een bruine tint, die zit weer dicht bij de geel nuances. En hierachter wil ik de boel heel donker gaan maken. Ik ga daar straks namelijk ook nog met een beetje witte gouache doorheen. En de witte gouache zal alleen maar opvallen wanneer je de onderlaag best wel donker maakt. Dus dit getuigt van een beetje leftonen. Maar aquarel is vrij eenvoudig nog te bewerken, zolang de pigmentjes nog nat zijn. En zolang het papier nog nat is, kun je dus heerlijk daarin rondsturen, zoals je hier ziet. Ik gebruik gewoon een tissue, een papieren tissue. En op die manier kan ik dus een mooi donker effect krijgen. Zodat die kop er mooi uit knalt. Hier helemaal onderin maak ik het ook wat donkerder. Ik vind dat een beetje een jungle effect. En ik spetter en ik spatter met de pigmenten. Met het Pines Gray. En je ziet het water helemaal weglopen naar beneden. Ik heb mijn papier ook altijd in een lichte hoek staan, zodat de pigmentjes weg kunnen lopen. En zodat er niet van die kleine meertjes met waterplassen ontstaan, maar dat die pigmenten altijd in beweging kunnen blijven. De veertjes onder de snavel, die zijn heel donker. Dus daar ga ik nu ook een tweede laagje aanbrengen. Gewoon ook weer met dat Pines Gray. Een heel donker grijs, maar ik vind dat een erg gepaste kleur binnen het aquarelleren. En ook de aftekeningen op de kop, die zet ik nu wat donkerder in. Nu dat de aquarel wat gevorderder is dan de eerste lijnen die je zet, die lijken heel donker. Maar uiteindelijk als de omgeving donkerder wordt, dan zijn die lijnen ineens heel licht. Dus dan kun je er een tweede laag overheen gaan zetten.
helemaal bovenin maak ik ook wat spetterende effecten. Dus zoals ik al zei, het wordt een hele wilde aquarel. En ik heb het papier weer eerst even nat gemaakt. En dan laat ik gewoon dus wat van dat grijs daarin lopen. En dan wil ik een beetje kijken van nou, waar gaan die pigmenten dan naartoe? Binnen dat rijzende water, want dat water dat blijft werken. En hier heb ik een plantenspuit of een oude spuit van laminaatreiniger of zo. Die spoel ik dan uit en die kan ik mooi gebruiken om mijn papier extra nat te maken. Dus dan sproei ik daar gewoon wat water op. En de pigmentjes kun je nog lekker sturen. Dus ik kantel hier mijn plank. En je ziet ook, ik heb mijn papier opgeplakt. Gewoon met van dat afverftape, zeg maar. Van dat afplakband. En dan ben ik hier terug naar de sleper. Ook wel rigger genaamd. En daarmee pak ik nog even wat witte gouache. Dus ik doe wat extra lijnen zetten. En je snapt nu ook waarom ik die rechterkant zo donker heb gemaakt. Want dan komt dat wit van die gouache verf, die komt dan heel mooi eruit. Die springt er gewoon uit. En dat vind ik, ja, zeg maar, voor het bewegende effect vind ik dat erg mooi. We zien, nou, dan kijken we nog even naar de kop zelf. Ik heb het wit in het gezicht ietsjes getemperd met het Napels geel. Dat is een heel zacht geel, een soort heel licht oker, zullen we maar zeggen. En ik maak ook nog even wat extra actiestrepen, zullen we maar zeggen, met die witte gouache. Ik zorg altijd dat ik hem na het gebruik altijd gouden dop er weer op doe. Want de gouache verf, dat is niet zoals aquarelverf, dat je die weer kan oplossen met water als het eenmaal droog is. Die droogt keihard op. Nou, dus hier nog even spetteren. Gewoon de kwast volladen met wat wit en wat Pines Gray. En dan spetter ik dus met actie die druppels nog even ten slot op mijn aquarel. Nou, dit is het dus. De Rembrandt verf heb ik gebruikt en de witte gouache, ook van Rembrandt. En dit is het resultaat. Ik hoop dat jullie deze ara ook gaan proberen te schilderen. Het is hartstikke leuk om te doen. Misschien zie ik je op mijn Patreon-pagina, mocht je dit interessant vinden. En anders natuurlijk zie ik je weer terug in de volgende teken- of schilderles. Bedankt voor het kijken en groetjes van Lieneke.